Zo, dan zit je mooi, hè. Hup, blijf. Goed zo, ja. Blijf. Als je hond wil leren om een hand te negeren, waar een snoepje in zit, dan moet je eigenlijk eerst de hand aanbieden waar het snoepje wel mag hebben. Dus dan doe je gewoon je hand dicht, tot ze door heeft, daar zit wat in, doe je hem open, mag ze hem hebben. Zit, ja, je ruikt ze allemaal, hè. Ja, goed zo. Hè? Zit. Goed zo. Alleen Melana die weet al dat links rustig geweigerd moet worden. Dus je zal zien dat ze heel snel reageert op mijn linkerhand. Op deze manier dus. Maar om die te oefenen, hou je eerst je hand open, dat is het snoepje. Als ze hem pakken, doe je hand dicht, trek je hem ietsje terug, zodat de hond weet, ik mag hem niet hebben. Daarentegen blijft de hoofd hoog bij de goede hand. Ja, lekker hè. Nee, de hand is lekker. Helemaal aan, ga zitten. Goed zo. Goed zo, hè. Dit is. Hey, rustig, Marmelana. Hey, blijf zitten, hè? Blijf even zitten. Wacht. Dit is mijn rechterhand. Dit is mijn linkerhand. Rechts. Links. Rechts. Links. Goed zo, hè? Hey, goed zo. Ja. En zo leer je hond dus een hand te weigeren. En aan te leren dat hij alleen maar eten mag pakken uit één hand. En dat kan je met alles oefenen, hoe lekker het ook is. Pak je gewoon dezelfde routine. Heb je een lekker bot, doe je hand ook open. Mag je hem niet hebben, doe je hem dicht, trek je hem terug. Mag je hem wel, dan doe je hem open. Hè? Lekker hè.